Hallo, ik ben Jorn Vervaak van het ILVO en ik ben sinds begin dit jaar gestart op het Vlaio Klaukaart project. Met dit project willen we de aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven zowel op curatief als op preventief vlak gaan actualiseren en verbeteren. Om klauwproblemen vroegtijdig vast te stellen maken we gebruik van thermale camera's. De beelden van de camera worden gevoed aan een zelflerend beeldverwerkingsalgoritme dat in staat is om klauwletsels te gaan lokaliseren. Dit beeldverwerkingsalgoritme zal geïmplementeerd worden op een smartphone-applicatie, zodat iedereen het kan gaan gebruiken. Hoe dit precies werkt, kan u zien in deze video. Mankheid is een van de grootste medische problemen bij melkvee. Naast een impact op het welzijn van de koe, is er ook een kostprijs die soms oploopt tot wel 200 euro per koe per jaar. In 90% van de gevallen komt mankheid voort uit letsels in de poten. Met dit project willen we het probleem van bij de wortel gaan aanpakken, dus proberen we letsels zo vroeg mogelijk te gaan detecteren. Omdat sommige letsels soms moeilijk met het oog te detecteren zijn, maken we gebruik van thermografie om de letsels op een efficiëntere manier te gaan detecteren. Thermale camera's zijn in staat om de oppervlaktetemperatuur van objecten te bepalen. De gemeten temperaturen worden dan weergegeven in een thermogram. Een voorbeeld van een thermogram is te zien op de rechtse figuur. Hier worden koude zones weergegeven in het donkerblauw en warme zones in het geel. Omdat letsels gepaard gaan met ontsteking, zorgen ze voor een lokaal maximum in temperatuur. Dit maximum is detecteerbaar met een thermale camera. Op de foto links is op het eerste zicht niks aan de hand. Als we echter op de thermogram rechts kijken, zien we dat er wel degelijk links onderaan een letsel aanwezig is. Een letsel is echter zelden zo duidelijk met het oog zichtbaar op een thermogram. Een betere oplossing zou zijn om de thermogram door de computer te laten interpreteren. Waar wij kijken naar de kleuren, kijkt de computer naar de temperatuurwaarden zelf. Hij ziet de thermograaf als een tabel van temperatuurwaarden. Hij interpreteert een letsel op een thermogram niet als een heel vlekje, maar als een lokaal maximum. Dit is iets waar wij als mens niet snel genoeg toe in staat zijn. Een computer kan natuurlijk niet op 1, 2, 3 een letsel herkennen. We moeten hem dit eerst aanleren. Hiervoor gebruiken we deep learning. Ik laat hier om tijdsredenen de technische details weg, maar door de computer heel veel thermogrammen te tonen van koeienpoten waarop de letsels zijn aangeduid, leert de computer na een tijd om zelf de letsels te detecteren. We spreken dan van honderden tot duizenden foto's. Hoe meer foto's de computer krijgt, hoe beter. Een groot deel van dit project bestaat dus uit het verzamelen van thermale foto's. Dit gebeurt tijdens de klauwbezorging omdat we hier de meeste letsels tegenkomen. De eerste stap is om de klauwen af te vegen met een borstel. Op die manier verwijderen we de mest die een negatieve invloed heeft op de metingen van de thermale camera. De mest werkt isolerend, zodat de ontstekingen niet waarneembaar zijn. Daarna kunnen de klauwen gewoon verzorgd worden. Voor de thermale camera ziet dit er zo uit. Je kan mooi zien dat het warmer wordt hoe dieper we in de klauw snijden. Dit komt omdat we dichter bij het levend weefsel komen. Mocht er tijdens het verzorgen twijfel optreden, dan wordt met de thermale camera gekeken of er al dan niet letsels aanwezig zijn. Hoe werkt het algoritme voor letseldetectie nu precies? Stel dat we uitgaan van volgende klauw met bijhorende thermograaf. In een eerste stap bepaalt het segmentatiealgoritme het onderscheid tussen de klauwen, de achtergrond en de huid tussen de klauwen. Hierdoor kan de nutteloze achtergrondinformatie worden weggefilterd. Wat overblijft is dus enkel nog de onderkant van de poot. Hierop wordt een objectdetectiemodel losgelaten dat in staat is om de letsels te detecteren. Let wel, wij zien hier de thermogram in kleur. Het model kijkt wel degelijk naar de temperaturen. Het uiteindelijke doel van ons project is om dit beeldverwerkingsalgoritme te implementeren op een smartphone-applicatie. Op die manier kan iedereen ermee aan de slag. De enige benodigdheden zijn dan een smartphone en een kleine thermale camera van rond de 400 euro. De app kan dan tijdens de klauwverzorging gebruikt worden om met het oog moeilijk te detecteren letsels te identificeren. En de app biedt zo ook een antwoord op de vraag, moet ik hier nog dieper snijden? Momenteel is de app nog volop in ontwikkeling, maar een eerste versie kan en mag al in de nabije toekomst verwacht worden. Daarmee zijn we aan het einde van deze video gekomen. Bedankt iedereen voor het kijken.